Niemand heeft het zo moeilijk op de huizenmarkt als starters. Ze willen maar wat graag hun eerste huis kopen, maar komen er maar niet tussen op die woningmarkt. In ruim 10 jaar tijd is het aantal starters op de huizenmarkt met ruim 32% afgenomen. Ooit was die groep starters nog de grootste groep in het aantal nieuwe hypotheekaanvragen. Maar inmiddels is hun aandeel flink gedaald. Er zijn inmiddels zelfs minder starters die een hypotheek aanvragen dan doorstromers of mensen die hun hypotheek oversluiten. Dat is ook niet zo gek. Starters hebben te maken met 4 grote problemen op de huizenmarkt. Probleem 1. Ze kunnen minder geld lenen. In de afgelopen jaren zijn de leennormen aangescherpt van 110% naar nu 100% van de waarde van de woning. Je kan dus minder lenen dan vroeger. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar vooral voor die starter is dat lastig. Want stel, die 32-jarige starter wil een woning kopen die getaxeerd is op €180.000. Nou, tot 2011 kon hij dan nog zo'n €18.000 extra bijlenen. Maar nu niet meer. Het blijft bij de waarde van het huis. Je kan dus alleen nog het huis met een hypotheek financieren. Maar er komen nog allerlei extra kosten bij. In totaal zal je minstens 6% zelf moeten financieren. Dat zit hem dan bijvoorbeeld in de kostenkoper, de taxatiekosten of de notariskosten. En moet je nog verbouwen of heb je een makelaar ingeschakeld, dan komen die kosten er ook nog eens bij. Oké, een deel van die kosten mag je aftrekken bij de belasting, maar toch, je moet het eerst zelf kunnen ophoesten. Nou, neem dat huis van die €180.000. Dat bedrag kun je dus lenen. Maar daarnaast ben je nog eens €10.800 extra kwijt. En niet iedere starter heeft dat geld zomaar liggen. De helft van de starters krijgt dan ook financiële hulp van hun ouders. Handig als het kan, maar genoeg ouders hebben die financiële ruimte niet. Het tweede probleem voor starters is dat zij naar verhouding veel meer geld kwijt zijn aan een huis dan een aantal jaar geleden. Starters zijn dit jaar gemiddeld 23% van hun inkomen kwijt aan wonen. Dat is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Toen lag het zo rond de 22%. Alleen in 2008 lag dat percentage iets hoger. En die starter die moet ook wel meer uitgeven, want de prijzen van starterswoningen zijn harder gestegen dan die van andere huizen. De gemiddelde prijs van een starterswoning is nu zo €236.000. Die prijs, je ziet het, is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. En stijgt zelfs harder dan het landelijk gemiddelde. Dan het derde probleem. Jonge starters hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt. Ze hebben vaker een flexibel contract dan mensen boven de 35 jaar. En dan is het krijgen van een hypotheek bij de bank veel ingewikkelder dan wanneer je wel zo'n vast contract hebt. Starters moeten dus veel harder lobbyen om überhaupt een hypotheek te krijgen. En dan het laatste probleem, het allergrootste ook direct, het aanbod. Er is gewoon heel weinig aanbod voor starters, veel minder dan voor andere groepen. In heel Nederland werden er eind vorig jaar door die oververhitte huizenmarkt al 6% minder huizen verkocht. Maar juist in die goedkope categorie, die van de starter, is de krapte nog veel groter. Voor woningen tot €150.000 zijn er door het krappe aanbod 30% minder huizen verkocht. In de prijscategorie net daarboven, €150.000 tot €200.000, 13% minder huizen verkocht. Wil je iets aan de positie van starters op de huizenmarkt veranderen, dan moet er dus iets in dat aanbod veranderen. Want het aantal woningen waar een starter uit kan kiezen is al jaren niet meer zo laag geweest.